Ik haat deze camera zo erg. Het is al de 100ste keer dat ik deze video opneem. Hey jongens, welkom terug bij deze video. Vandaag gaan we de Q&A doen. En ik ga dus gewoon jullie vragen beantwoorden die jullie hebben achtergelaten op mijn laatste video. So let's go. Let by the way niet op mijn mooie trui, maar wel mijn mooie nagels. Maar deze heb ik van mijn vader gestolen, dus ja. Let's go. Oké. Van Amina Hanine. Nog goals voor het einde van 2016? Ja, ik ga nog veel goals behalen. Want, nee grapje. In 2017, ja, dan ga ik echt knallen, oké? Ja. Hoeveel subs wil je einde dit jaar? Ik denk minimaal 350. Dat is toch wel te redden, jongens. Come on, we can do it. Oké, heb je nog leuke video's gepland binnenkort? Ja, eigenlijk wel. Heel veel leuke video's. Maar als jullie dat willen weten, blijf op de hoogte en subscribe. Oké, van Taf Zondaar. Naakt slapen of met een heel dik pak? Nou, ik heb deze video dus al 10 keer opgenomen. Dus ik weet het antwoord al. Ik slaap liever naakt. En dan met heel veel dekens als het nodig is. Als het koud is. Want als je met een dik pak slaapt, dan zweet je je echt dood. Je kan ook zonder deken slapen, maar dat is gewoon niet fijn. Dus ik denk liever naakt. Oké. Marie van den Dijk. Ooit een boyfriend gehad? Nope. Oké. Frederike van Keulen. Vraag 1. Wat is je lievelingssoort ijs? Mijn lievelingssoort ijs, nou ik heb er 3 eigenlijk, zijn mango, vanille en framboos. Ik vind vanille eigenlijk wel lekker als ik even niet weet wat ik wil, dus eigenlijk vanille. Vraag 2. Wat wil je heel erg graag bereiken met YouTube? Ik heb het ook verteld, ik wil heel graag jonge meisjes inspireren. En gewoon überhaupt, ik vind het leuk als ik mensen kan inspireren. Of bijvoorbeeld laten motiveren om ook een YouTube kanaal te starten. Omdat ze het wel willen, maar niet durven. Omdat ze bang zijn wat anderen gaan zeggen. Want mijn motto is altijd, fuck de haters. Want doe gewoon wat jij leuk vindt. En wat jou gelukkig maakt. En voor de rest is mijn doel ook om zeg maar groot publiek te krijgen. 100.000 zou wel fijn klinken. Het lijkt me gewoon cool als ik op straat langsloop. En dan roepen random mensen mijn naam. En dan denk ik van, oh mijn god, dat is best wel leuk. Of bijzonder eigenlijk dat zoveel mensen jou kennen, maar jij kent hun niet persoonlijk. Maar zij weten zoveel over jou. En dat vind ik persoonlijk een heel leuk ding. En sommige mensen heel irritant om bekend te zijn. Je privacy gaat naar beneden en zo. Maar ik vind het echt leuk om, ja, ik vind het leuk om sociaal bezig te zijn. En ook om gewoon jullie in contact te zijn met jullie. Dus niet alleen tegen een camera praten. Dus volg me ook op mijn social media. Oké, 3. Vind je het leuk dat ik je vraag stel? Heel leuk, want ik had eigenlijk niet verwacht dat ik zoveel vragen zou krijgen. Aangezien ik nog niet zo groot ben, maar ik vind het dus echt heel fijn als mensen vragen stellen. 4. Naar welk land wil je heel graag? Amerika. Ik zal nog wel een hele video maken waarom. Ik zal even kort uitleggen. Het is gewoon geweldig, het is altijd warm, het eten is lekker. Je hebt high school en shopping malls en je hebt gewoon alles. Een strand en gezelligheid, de mensen. En je denkt misschien, Omi, je bent echt naïef, want Donald Trump is de president. En er zijn ook heel veel haat en iedereen heeft een geweer. Ik weet het, maar ik vind het gewoon geweldig. Maar dan wel alleen California, dus dat. 5. Heb je een vriendje / vriendin? No hate. Nope. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god. Stop fucking lying. Ben jij Christmas as fuck? Nope. Dit is letterlijk het enige wat ik doe voor Christmas. Maar meestal doen we gewoon elk jaar gewoon een kerstboom. En dat is het. Ik vier niet echt kerst, maar ik ben niet gelovig of zo. Waar wil je later wonen? Welke stad? Het liefst wil ik later gewoon, als het kan, in Californië wonen. In San Francisco of zo. In Amerika dus. Alleen, ik weet niet of dat zeg maar iets voor mij is, omdat ik ben er nog nooit geweest. Dus ik kan misschien wel dingen zeggen. Of anders denk ik gewoon in Nederland. Want ik wil gewoon in een westerse cultuur leven. Met alles wat ik nu heb. Dat vind ik wel fijn op zich. Maar Amerika lijkt gewoon echt mijn droom. Mijn droom dat uitkomt. Vraag voor Q&A. Herken je me nog? Reageer vaak onder je video's en duet op Musical.ly. Ja, ik herken jou. Je had me ook een privébericht gestuurd via Musical.ly. Ik herken je nog. Ik vind het echt leuk als
kijkers me dan gaan contact met me gaan opnemen. Dat vind ik echt leuk, want dan is het like, wow, ik doe het gewoon voor iemand. Het is niet fake, weet je. Want je denkt steeds, ja, die views, dat zijn vast vrienden of kennissen, maar het is gewoon echt mensen. Oké, hoe oud ben je? Ik ben 15 en 27 juli word ik 16 en ik kan niet wachten, want... Wie is je favoriete vlogmas vlogger? Nou, ik kijk eigenlijk niet vlogmas vloggers. Maar de enige die ik kijk is Rachel Getrouw. Dus ik denk die. Waarom ben je zo fucking mooi, Tumblr, aardig, grappig, I don't know, alles gewoon. Oh mijn god, dankjewel. Jij ook. Wanneer ga je weer een Doortje selfie opnemen? Oh mijn god, zo leuk. Ja, dat ga ik echt weer een keer opnemen. Zelfs morgen als jullie willen. Dus. Oh mijn god, wanneer gaan we weer afspreken? Nu. Ja, we hebben echt al een jaar niet meer afgesproken. Grapje. Ofwel, nee, grapje. Max, 3 maanden. Ga je bij de appie werken? Zo ja, welke? Wanneer? Want dan kom ik je opzoeken. Nou, ik ga inderdaad werken, maar ik ga bij de kruidvat werken. Steeds verrassend, altijd voordelig. Maar ik ga niet zeggen welke, want dat is een beetje stalkerig en dan kunnen mensen me opzoeken. Dus ja. En wanneer? Ik ga donderdag. Aanstaande. Over 2 dagen. Dat is mijn eerste werkdag. Nou, jongens, dit was alweer het einde van de Q&A. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. En dan zeg ik like, subscribe en deel. Ja, dit was het. Doei!